Het Jamhur Institute of Education and Advice heeft in het courtyard bij Marriott de eerste Lady Boss event georganiseerd. Dit evenement is een volledig women empowerment event met als doel vrouwen te motiveren, inspireren en daarnaast met elkaar te verbinden. Jamhur betekent paddenstoel in Bahasa Indonesië en wordt gekenmerkt als richtingwijzer. Daarvoor zijn we er om mensen wegwijs te maken in wat ze willen doen als het gaat om educatie, zegt Ruiz Cartorejo, directeur van het Jamhur Instituut. Volgens hem is het alom bekend dat het voor vrouwen moeilijk is op een toppositie te komen of een te bekleden. Ik heb een beetje research gedaan over Ladyboss en de meeste dingen die ik tegenkwam was dat het had een beetje een negatief tintje. En ik dacht van, nee, ik ga het omdraaien. Een ladyboss is niet per se iemand die directeur is van een bedrijf of de leidinggevende is van een organisatie. Nee, wij gaan verder ermee. Ladyboss is die ene vrouw die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld haar kinderen elke dag eten hebben op tafel. Dat haar kinderen elke dag naar school kunnen gaan. Dat ze daar is om te zorgen dat alles goed gaat met haarzelf, haar kinderen en de omgeving. Een ladyboss is ook iemand die onmisbaar is in de keuken. Om nadruk te leggen op de versterking van vrouwen, zijn 6 ladybosses uitgenodigd om de aanwezigen toe te spreken. Jane Kolff-Berggraaf, directeur van Kolberg Media, gelooft dat vrouwen het verschil kunnen maken in het leven van vooral jonge mensen. U hoort ook Anoushka Sonai, directeur van Spang Makandra, die vertelt wat het belangrijkste was tijdens haar leerpad. Hallo. Dat succes niet van de een op de andere dag komt. Je moet je tijd nemen om te groeien. De kracht van dingen doen is ook dat je gelooft in wat je doet. Maar niet zomaar geloven, dat je ook investeert in datgene wat je doet. En ik heb bewust gezegd, het trainingsinstituut. Want ik geloof inderdaad dat als ik naga het proces van het zoveel mensen de afgelopen 10 jaar hebben getraind, dat ik best wel mag zeggen dat we inderdaad de professionals zijn met het team op dit gebied. Wat voor mij een van de grootste uitdagingen was in mijn leerpad en mijn groeipad, is dat ik in een mannenwereld werk. En niet zomaar een mannenwereld, want dat doen we allemaal. Maar zoals Eline straks kan beamen, de ICT-wereld is superman-dominated. De persoon die voor ons heeft uitgerekend wat de afstand is tussen de aarde en de maan, is een vrouw geweest. Zij heeft niet die eerste vlucht gemaakt, maar het was een vrouw. De persoon die mogelijk heeft gemaakt dat computers thuis horen, dat we dat thuis konden gebruiken en niet alleen in bedrijven, is een vrouw geweest. Nog heel veel meer functies zijn er die vrouwen hebben vervuld. Maar die vrouwen zien we nergens als rolmodellen. In de ICT-wereld zie je nog steeds mannen als rolmodellen. U zag Anoushka Sonai, directeur van Spang Makandra, en daarvoor Jane Kolff-Berggraaf, directeur van Kolberg Media. Zij spraken zaterdagavond in Courtyard by Marriott tijdens de eerste Lady Boss Event, georganiseerd door Jamhur Instituut. De andere vrouwelijke sprekers waren Ruth Sinclair, Safira Spong, Wonnie Boudou en Leanda Seldenrust.